Goedemorgen en welkom bij het voorleesontbijt natuurlijk van De Kleine Tovenaar. Vandaag met Ans en Nicole. Ja, en wat een bof. Wij mogen lekker ontbijten in onze mooie winkel. Ja. En wij ontbijten altijd met een kopje koffie. Merci. Uiteraard. En lekkere boterhammetjes. En als toetje peperkoek, of in dit geval een lekkere banaan. Dus ik hoop dat jullie ouders ook de tafel gezellig gedekt hebben voor jullie. En dat jullie lekker meesmullen met ons. En in de tussentijd even luisteren naar het mooie verhaal van Coco. Coco is een heel lief vogeltje. Dat gaat leren vliegen. Alleen, Coco durft niet te vliegen. Zou ze haar vleugels durven uitslaan? We gaan het horen. En zien. Coco kan het. Daar gaan we gewoon vanuit. We kunnen dit. Vandaag is een grote dag, zegt mama. Kijk, alle vogels gaan voor het eerst vliegen. Kijk, daar gaat er al eentje. Daar vliegt er eentje. Ga jij ook maar, Coco. Je kunt het. Maar Coco gluurt naar beneden en denkt, oh, wat is dat hoog? Ze drukt haar vleugels plat op haar rug en trippelt snel terug naar het nest. Ze trapt er niet in. Nee, kijk maar eens. Ik durf niet, denkt Coco. Maar ik ben een vogel. En vogels die vliegen. En als het lukt, dan kan ik samen met mijn vriendjes mooie vormen vliegen. Kijk maar eens, de vriendjes van Coco. De een wat mooier dan de ander, maar ze vliegen allemaal vormpjes. Dat lijkt me nou zo leuk, denkt Coco. Maar ja, als het niet lukt, nou, jullie raden het al, dan valt Coco zo plak uit zijn nest. En dan val ik heel hard op de grond, denkt hij. Maar als ik durf te vliegen, kan ik eindelijk eten wat ik zelf wil. Kijk maar eens, daar gaat een lekker vliegje, terwijl mama komt met zo'n dikke, vette, vieze regenworm aan zitten. Ja. Maar het dilemma blijft een beetje van, kijk eens, oh, als het niet lukt, het is wel heel gevaarlijk daar beneden. Want wie zit hem daar op te wachten? Ja, dat is Poes. En die heeft wel trek in een lekker hapje. Coco neemt een besluit. Hij zegt, mama, ik blijf gewoon bij jou. Ik kan het niet. Natuurlijk kun jij het ook, Coco. Je hoeft alleen je vleugels maar uit te slaan. De rest gaat vanzelf. Toe, probeer het nou. Maar Coco, je ziet het al aan zijn snaveltje. Hij vindt het echt heel spannend. Nee, mama, ik kan het echt niet, piept Coco. Ik weet zeker dat je het wel kunt, lieve schat. Ik zal je helpen. Oh, die moeders. Kijk wat ze doet. Hupsakee! En goed fladderen met die vleugels. Ah! Oh, gauw. Daar gaat onze Coco. Help! Mama! Wat doe je nou? Mama, help! Oh, die Coco. Zou die het gaan redden of zou die de grond raken? Kijk eens, daar gaat hij. Flap, 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 flapper de flap. Ja! Ik vlieg, ik kan het, juicht Coco. Woehoe! Kijk eens, hij heeft gelijk zijn eerste vliegje te pakken. En mama die staat daar te juichen.
Hallo, ik ben Coco. Hoi, hoi. Dan kan hij samen met zijn vriendjes spelen. Maar Owee, zien jullie het ook? Hij moet wel heel goed oppassen. Maar hoog genoeg blijf vliegen, zodat de kat niet aan hem komt. En kijk eens hoe hoog ze vliegen. De hele dag doet Coco niets anders dan vliegen. Ze vliegt zelfs naar het topje van die hele allerhoogste dennenboom die ze kan vinden. Hier zit mama. Coco, kom je? Daar zit de poes. Oh jee. Natuurlijk mama, ik kom. Ik kan het. Let op. Joehoe, kijk eens wat ik al kan. Achterstevoren zelfs, mama. Doe je wel voorzichtig, Coco, roept mama. En pas op voor die, pas op. Boem. Oh, die Coco vliegt zo achterstevoren tegen een boom aan. Dat komt er nu van, hè? Lieve Coco, fluistert mama. Nu zijn je vleugels moe. Maar wat kun jij goed vliegen? Ga maar lekker slapen. Morgen is er weer een dag. En dan kun je samen met je vriendjes spelen. Joehoe! Goed hè, die Coco. Ik durf te wedden dat jullie het een hartstikke leuk verhaaltje vonden. Willen jullie het nog een keer beluisteren? Druk gewoon even op het knopje en je hoort ons weer. Het boek, even voor de ouders, is verkrijgbaar in onze webshop. Is ook met vingerpopje verkrijgbaar. Ik ben even de prijs kwijt. Ik geloof dat die €15,99 zonder vingerpopje, €17,99 met vingerpopje. Maar dat vinden jullie allemaal terug op www.dekleinetovenaar.nl. Graag tot ziens. Dag jongens en meisjes. Dag.